Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, weer hier in Delfshout. We gaan weer onze spieren beginnen. Onze spieren trainen bedoel ik. Zorg dat je fles water bij je hebt of gewoon je dumbbells. Ik heb vandaag een wat grotere meegenomen. Dan kan ik lekker ook mijn spieren mee trainen vandaag. Weer met het geluid van de vogels, eenden, misschien ook nog insecten. Maakt niet uit. We gaan beginnen. We gaan de zijwaartse squats doen. Ik hou hem even zo. Dus ga met een beetje verspreide benen staan. En dan gaan we zo squatten. 1, 2, 3. Heb je hem? Dan gaan we wat sneller. 6, 7, 8, 9. Goed strekken. 10, 11, 12. Dan trainen we de bovenbenen. Maar een beetje aan de zijkanten van de bovenbenen meer. Dit is dan 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zullen we even doorgaan? We gaan door tot 20. En dit is dan 20. Goed zo. En dan gaan we dat gelijk combineren met de hamstrings. Nou, ik heb andere elastiek vandaag, maar sommige mensen die hebben ook deze thuis. Wat je dan doet is, zo, elastiek is koud, maak een knoop om je knie met het elastiek. Of als je gewoon die andere hebt, zet je gewoon om je knieën, ga je liggen op je mat. Hielen zo dicht mogelijk tegen je billen aan. En dan ga je liggen. En dan gaan we de brug maken. Huppakee. Maar trek je knieën uit elkaar. Dus een beetje wijdbeens. Ja. Dat brengt extra spanning op de hamstrings. Dan train je ze beter. Als je dit niet hebt, is het niet erg. Oké, dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kom, we gaan tot 25. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25. Ah. Het is wel vele malen effectiever met zo'n elastiek. Dan komt er meer spanning op je hamstrings en je bilspieren. En dan kunnen ze beter getraind worden. Even uitdoen weer. En dan gaan we ons weer op de bovenbenen concentreren. Als je wat meer spanning erop wil zetten, dan kan je het ook zo doen. 1. 2, 3, het hoeft niet hè, met de dumbbells, maar ik doe het even zodat ik wat meer weerstand heb of wat meer gewicht en dan kan ik de spieren zo beter trainen. Waar je je op moet concentreren is dat je de ene been goed strekt en probeer zo laag mogelijk te gaan. Ik ga misschien wat lager dan jij, maar dat is niet erg. Zo gaan we 20 doen. En als je gewichten hebt, zorg ervoor dat je een holle rug hebt, zodat je je onderrug niet belast. En het is de bedoeling dat we hiervan nu 20 doen. En ik denk dat we nu wel de 20 hebben gehaald. Goed zo. Oké, jullie weten het hè, 3 oefeningen. Combinatie van 2 oefeningen doen we 3 keer. 3 herhalingen steeds weer. Oké, dan gaan we weer hielen dicht tegen je billen aan. Oh,
Ik heb hele stiek, moet ik ook omdoen natuurlijk. Als je geen elastiek hebt, is het niet erg. Maar hiermee worden de spieren beter aangesproken. Oké. Elastiek om je knie. Trek die knie uit elkaar. Een beetje zo wijdbeens mogelijk. En 1, 2, 3, 4. Zo hoog mogelijk. Druk omhoog. En de billen weer helemaal omlaag. Kom, dan gaan we 20 doen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nog 5. 1, 2, 3. 4, 5. Ah. Nou, ik voel de verzuring hoor. Lekker is dat. Volgende. De derde van deze. We gaan het afmaken. Je hoeft geen gewichten te hebben. Je kan het ook zonder gewichten doen voor degenen die laat zijn. Online zijn gekomen. Even veten strikken hier. Ja, dus dan heb je goed strekken, goed strekken. Probeer zo laag mogelijk te gaan. Ga door met gewichten. Oké, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30. Goed zo. Even kijken. Laatste van deze. Oeps, vergeet weer. Elastiek omdoen. Het is veel effectiever met elastiek. Maar heb je die niet, is niet erg. Hiel dicht tegen je billen aan. Trek die knieën uit elkaar. En kom, we gaan 25 doen. Als je het goed doet, voel je het verzuren. Ja? Komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, goed zo. Oké. Jullie doen ook mee, hè? Niet alleen maar kijken, hè? Dit is de beste manier om je ochtend te beginnen. Aan die ochtendstijfheid wegtrainen. Oké, volgende oefening. We gaan de schuine buikspieren trainen. Ga op je mat liggen. Ga op je mat liggen. En ga op je zij liggen. Ja. Kijk, je hebt de makkelijke versie. Is met gebogen knieën. Je handen precies onder je schouders. Niet zo, want dan belast je je schouder verkeerd. Zo. Oké. En dan gaan we 1. Oké, dat is de makkelijke versie. Ben je nieuw, niet gewend met deze oefening, kan je het beter eerst zo doen. Anders is zo, met gestrekte benen, de voeten op elkaar. Kom, dan gaan we 20 doen. Kom. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Doe je het goed, dan voel je het hier zo. Dan voel je de verzuring daar. Goed voor je kern. Krijg je een stevige kern met deze oefening. Kom, dan gaan we weer de andere kant. Weer 20. Zorg ervoor. Elleboog goed onder je schouder. Handen op je zij. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Goed zo. Doe het op je eigen tempo. Probeer me wel bij te houden. Als het niet lukt, is het niet erg. Doe gewoon in je eigen tempo. Oké. Komt ie weer. Volgende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mooi zo. We gaan weer voor de tweede. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Oké. Dit wordt de laatste, de derde. Doen we links en rechts van deze. Daarna gaan we naar de armen. Armen moeten ook getraind worden. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Laatste 20 herhalingen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Wow. Ik voel het. Ik hoop dat jullie het ook voelen. We gaan nu de biceps en de triceps trainen. Even kijken. Oké. Pak je flessenwater of je dumbbells. En even kijken. Even camera een beetje omhoog zetten. Iets hoger. Ja. We gaan de schouders, ik bedoel de biceps en de triceps trainen. Kom. Pak je gewichten. We gaan de biceps curl doen. Oké. En 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kom, zullen we 15 doen? Goed zo. Dit is 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Goed zo. Nou, dat waren de biceps en we gaan nu over naar de triceps. Ja, jullie willen ook stevige armen, toch? Daar komt die dan. Breng, als je een fles water hebt, dan pak je beide, zo, met beide handen, de fles zo vast. Altijd zorgen dat je aangespannen buikspieren hebt. Ga niet hangen in je rug, dat is niet goed. Aangespannen buikspieren en strekken je armen helemaal. 1 boven je hoofd en dan terug.
Oké, als je een dumbbell hebt, dan moet je proberen die met een V zo vast te pakken. Ga ik nu doen, die V, en dan zet ik hem zo achter mijn rug. En dan gaan we aangespannen buikspieren, kom, we gaan 20 doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Goed zo. Dan weer de biceps. En 1, terug. 2, en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kom nog 5, 15, dit wordt 16. Goedemorgen. Hoi. En nog 2. Nog 1. En klaar. Oké. Goed zo. We gaan over naar de triceps. Ja. Altijd weer aangespannen buikspieren. Niet hangen in je rug. Stevig. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Oké. Laatste van deze. Ik doe hem even aan de zijkant. Goed kijken, mijn bovenarm die blijft tegen mijn romp, tegen mijn lijf. Enige bewegingsgedeelte is mijn onderarm. Rotatiepunt is mijn elleboog. Dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Goed zo. Even aandraaien. Oké, triceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Even kijken, hoe laat is het? We hebben nog tijd voor een kort oefening nog. Oké, we gaan even de schouderstenen. Die willen jullie ook dat die zo stevig en mooi mogelijk wordt. We hopen dat de crisis zo snel mogelijk voorbij is. Het wordt mooi weer. Of gewoon in je tuin wil je met je mouwloos shirt kunnen zitten. En een beetje mooie schouders hebben. Dus we gaan de schouders even trainen, ja? Pak je dumbbells. Je mag beide, 2 of 1. En dan gaan we recht omhoog arm raises doen. 1, 2, 3, tot op ooghoogte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
En 15. Goed zo. En dan gaan we de schouders verder trainen. Zet maar op je schouders. En 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kom. Even snel deze afmaken. We moeten 2 van elk nog doen. En 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. En dit wordt dan 15. En dan weer de schouders recht omhoog. Goedemorgen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. De derde. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en nog de schouders en dan zijn we klaar. Ja, 1, 2, 3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ah. Nou, dames en heren. Geen betere manier om je dag te beginnen. Het is een motor, je lichaam, een motor die eigenlijk gestart moet worden. Als je zo je dag begint, dan heb je volop energie om alles te doen wat je moet doen in een dag. Dankjewel voor het meedoen. Voor degenen die hebben gekeken, ook dankjewel. Maar probeer zo elke dag jouw motor te starten. Om zo energiek de dag te beginnen. Hey, tot morgen weer om 8 uur. Dan zijn we weer ergens in een park in de omgeving van Ypenburg. En dan gaan we weer lekker met het geluid van de natuur. Gaan we de spieren weer flink trainen. Hey, tot ziens. Fijne dag. En blijf gezond. Tot ziens. Doeg.